Hi guys en welkom weer bij een nieuwe video. Oh, Jip. Jip wil er ook op, jippie. Zeg maar hi. Anyway, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag dacht ik van, ik ben alleen thuis in de avond. Wat sowieso al niet heel vaak gebeurt. Dus ik dacht, laten we gewoon even een girls night houden. Ik en de camera. What more could a girl want? Nee, maar laten we gewoon even een beetje een self-care night houden. Ik ben er wel aan toe. We zijn gewoon alleen met de poesjes vandaag. Het gaat trouwens heel goed met de poesjes. Thanks for asking. Nee, grapje, heel veel mensen hebben mij dat gevraagd. Maar het gaat heel goed. Hier is Jip. Jip is wel echt... Oeh. Very long, very nice. Oh, kennen jullie die meme? Die meme dat iemand dan zo die kat vasthoudt. Ik doe dat dus de hele tijd. En ze vinden het niet erg, jongens. En het doet ook geen pijn. En al die mensen die blijkbaar alles van katten weten. Get off my back! Want ze zijn gewoon hartstikke gezond. Ze eten heel veel. Mijn SD-kaart was weer eens vol. Dus ik moest even wat verwijderen. Maar in ieder geval, we gaan dus vandaag een beetje een girls night houden. Ik heb zin om iets lekkers te eten. Ik weet niet of ik ga koken of iets ga bestellen. Misschien... ik heb dus een nieuw kookboek gekregen van Jamie Oliver. En daar staan allemaal recepten in die in 15 minuten klaar zijn. Dus misschien als ik wat leuks vind dat ik daar gewoon iets uit ga maken. Maar first things first, want het is geen video van mij als er niet weer een unboxing is. Ik heb hier een doos die al helemaal open is. Ik heb dat niet gedaan. Dus ik hoop dat alles nog heel is. Ik kan dus zo niet wachten. Ik ben altijd zo ongeduldig met pakketjes, maar... In ieder geval, als je het niet meteen wil openmaken, als je het letterlijk de seconde dat je het in je handen hebt, hoe graag wil je het dan? Right? In ieder geval, we gaan het dus openmaken. En het zijn dus laarzen. Het zijn schoenen. Ik moet zeggen, ik koop eigenlijk nooit schoenen tweedehands, omdat zeker als het leer is of zo, dan gaat het toch niet helemaal goed naar je voet toe vormen of zo. Maar meestal, ja... Wordt het dan een beetje naar je voet toe gevormd. Maar deze kon ik gewoon niet aan me voorbij laten gaan. Oh. Het zijn namelijk deze laarzen. Oh my god. Ze zijn echt heel erg nieuw nog. Van wat ik kan zien. En oh ja, een doos. Dat vinden we leuk. Oh, er komt een ander. Ja, dozen vinden we leuk. Daar moeten we in gaan zitten. Want we zijn katten. Zo, dikke fitty. In ieder geval, het zijn laarzen van, ik weet niet of je het kan lezen, maar van Vagabond. En dat is gewoon, als je dat merk niet kent, het is een heel mooi schoenenmerk. Die altijd hele mooie leren laarzen maken. Andere soort schoenen volgens mij, maar volgens mij is het vooral bekend om de laarzen. Die doos zet ik even daar neer. Dan kunnen die katten losgaan. Ondertussen ga ik deze schoenen even aanpassen. Ze voelen ook zo mooi zwaar. Oh, I love it. Ik ben helemaal excited. Oké, ik heb ze dus aan. En het eerste wat opvalt is dat ze echt super comfy zijn. Ik ga het even gewoon in de spiegel laten zien. Het is helemaal Sabrina Carpenter core. Je snapt wel wat ik bedoel. Dit zijn ze. Ik moet even mijn rok opzij. Kijk, oh my god. Ik vind ze echt heel cool. Wow, mijn kuiten lijken wel echt heel skinny hierin. Maar ja, dit zijn ze. En ze hebben dus zo'n platform. En ze passen dus perfect, waar ik heel blij mee ben. Ze lopen zo super lekker. En oh ja, zo kun je het wel goed zien, denk ik. Oh my god, ik ben echt in love. Heel cute. En hij heeft dus een platformhakje. Dit zijn ze een beetje van de bovenkant. Dus ze hebben een beetje zo'n vierkante neus. Jongens, ik kan denk ik wel echt een hele video vol lullen over schoenen gewoon. Over deze schoenen specifiek. Kijk trouwens wat hier nu aan de hand is. Ja, oh ja, nee, dat vinden we leuk. Dat vinden we leuk. Een doos. Ja. Ja, nee, dat is ook wel heel leuk, een doos. Ik voel me echt... Boy, it's not that complicated. You just saying my good graces. What's it never like now? So close, cause no one's more amazing. After I'm even running in hatred. Ik weet letterlijk niet waarom ik dat zeg. Maar you get the point, guys. You just get the point. Kan je ook eigenlijk niet vertellen hoe lang ik zulke schoenen al wil. Ik wil ze nu ook gewoon eigenlijk niet uitdoen. Omdat ze gewoon en oprecht heel lekker zitten. En ze zijn gewoon zo cute. Laten we even dat kookboek erbij gaan pakken. Gaan we even kijken of er wat soeps tussen zit. Snap je? Soep. Eten en zo. Oké, never mind.
Als je trouwens denkt, deze girl loopt rond in een hemdje alsof het 40 graden is, maar het is letterlijk min 1. Ja, dat klopt. Ik had alleen gefietst en ik fiets nooit, dus ik had het warm. Don't judge me. Oké, kijk, dit is het boek. En dan ga ik even een receptje inzoeken. Nou, het is niet alleen voor mij etenstijd, maar als je kijkt naar deze twee... Deze twee, ze vallen elkaar helemaal aan. Ze eten net elkaar nog niet op. Ze heeft me net echt gekrapt in mijn vinger. Dus dat is wel echt een beetje vervelend. Maar goed, wat wil jij? Auw, ik heb een panty. Maar nee, het zijn schatjes. Het zijn echt lieve dotjes. Maar zij moeten ook even eten zo. En ik heb iets gevonden. Ik denk dat ik dit even ga maken. Dit is een chorizo carbonara. En de salade, nou ja, die salade die skip ik sowieso. Ten eerste omdat ik aan de pasta gewoon voldoende heb. En ik heb zin in pasta. En ten tweede, we moeten het een beetje in proportie blijven zien. Dit is een salade met clementines, manchego, sherryazijn. En we moeten even onthouden dat ik bij de Koop Compact hier midden in de stad boodschappen doe. En daar hebben ze geen clementines. Daar hebben ze geen manchego en daar hebben ze geen sherryazijn. Dus dat wordt hem gewoon niet. Koop als je dit ziet, step your game up, want jullie hebben niks. Jullie zijn ook letterlijk een hele kleine supermarkt midden in het centrum. Daar ben ik me ook van bewust, maar een girl moet gewoon boodschappen doen. Maar in ieder geval, het wordt dan die chorizo carbonara. Ik vind je ook niet dat je chorizo niet op een andere manier kan zeggen dan chorizo. Misschien ben ik gewoon raar. Daar hebben we niet heel veel voor nodig en ik heb het meest al. We hebben pennen nodig. Chorizo natuurlijk. Een Spaanse peper, die heb ik nou nog wel. Spaanse peper, nou ik heb een peper, gewoon een rode peper. Ik weet niet of het... Jongens, ik ben echt geen kok. Ik kan absoluut niet koken. Daarom heb ik een kookboek waarin recepten in 15 minuten klaar gemaakt kunnen worden. Want ik hou niet van koken. Ik kan het niet. Het is niet voor mij. Dus als ik zeg van dingen dat het hetzelfde is en ik... Het vloek gewoon keihard in de kerk, in het gezicht van de priester. Zeg het me. Ik doe er waarschijnlijk niks mee, maar dan weet ik het tenminste. Nee, maar goed. Spaanse peper dus. Rozemarijn. Twee takkies. Knoflook heb ik. Een eitje. Citroen. En maagdenyoghurt heb ik ook nog. Dus ik ga er even een fotootje van maken. Dan ga ik even naar de Koop. En dan gaan we maar gewoon kokerellen met z'n allen. Ik heb er wel zin in. Ik vind het wel leuk. En dan zet ik gewoon een serietje op. En dan gaan we even helemaal self-caren deze avond. Oké. Kleine change of plans. Ik kwam aan bij het eerste ingrediënt. Zijn de rozemarijn. Ik dacht, nou, dat hebben ze wel. Hadden ze niet. Ik ben letterlijk niet eens verder gaan kijken. Ik dacht, dit is hopeloos. Koop. Je bent fijn en lekker in de buurt, maar echt, fuck jou. Je hebt niks gewoon. Dus ik heb even gefreestyled, want in die winkel heb ik ook geen bereik. Dus ik kon geen recept opzoeken. En ik dacht, we gaan gewoon een beetje voor waar ik zin in heb. Het is gewoon een self-care night. Dus we gaan gewoon even doen waar ik zin in heb. En dat is pasta met courgette en zalm. En dit. Dat is echt fucking lekker. Dat is zo lekker, dus daar heb ik ook echt heel veel zin in. En deze waren in de bonus, of korting, of ja. Dus die waren echt iets van 3 euro nu of zo. Dus dat is top, want deze, als je deze niet kent, de chili cheese bites, get on board. Deze zijn top. En ik merk dat ik de hele tijd buk. En dat komt echt omdat ik ineens 3 meter ben door die laarzen. Dus die ga ik even uitdoen, want hakken dragen de hele avond is sowieso geen self-care. Dat is gewoon je voeten pijn doen. En dat gaan we niet doen. En dan zeg ik, let's get cooking. Ik vind het altijd wel heel chill om te koken met een soort serietje of iets erbij. Ik heb trouwens nu wel een trui aangedaan, want ik vond het wel heel enthousiast om zeg maar zo naar buiten te gaan. En zij krijgen eten, want echt, dat gaat niet goed joh. Ze slopen de hele tent. Kijk dan. Daar is ze, hè? Ja, miauw, miauw. Oh, daar komt de volgende. Oh. Oh mijn god. Dit is echt letterlijk 24/7 zo. Ze zijn altijd alleen maar met z'n tweeën aan het kloten. Dus wij zijn oprecht zo blij dat we er ook twee hebben gedaan, zeg maar. Ze zijn echt onafscheidelijk. En ik denk echt, omdat ja, ik werk gewoon 4 dagen in de week. Dus ik ben gewoon veel weg. En ik merk echt ook aan alles als ik even op de bank lig te chillen. Ze zijn altijd samen. Ze hebben altijd zin om met elkaar te spelen. Dus dat is sowieso echt top. Er zit weer één aan mijn camera te kauwen.
Is goed, joh. Nee, is goed. Nee, dan doen we dat toch. Ze zijn helemaal van de pot gerukt, joh, die twee. Ze zijn helemaal crazy, maar echt wel heel leuk. I love them. Ze zijn echt mijn kindjes. Holy shit, ze flikken de keihard van het kasteel af. Oh ja, ze zitten daar wel echt heel graag. Het is echt heel cute. Want wij dachten dus, dat ding gaan ze nooit gebruiken. Maar dus toch wel. Het is echt heel leuk. Nou, deze video duurt alweer 35.000 minuten. Dus ik ga nou een keer eindelijk wat doen. Want ik heb letterlijk nog niks gedaan. Let's go! Oh my god, kijk deze special effects. Dat is echt crazy. Zo, dat is wel heel heftig. Ik ga wel even hier gewoon. Ja, jongens... Ik ga niet voor jullie liegen. Het is donderdag in, zeg maar, het eerste deel van de video. Het is nu zondag. En I didn't do shit. Dus dat is leuk. Ik heb, zeg maar, donderdag wel echt een self-care avond gehad. Alleen ik was zo moe. En ik dacht, nou, ik ga gewoon even chillen zelf. Ik had heel lekker gekookt. Een soort pasta met zalm dus. En courgette. En dat was echt heel lekker. En toen heb ik eigenlijk gewoon Gilmore Girls gekeken. En ook heb ik helemaal niks gedaan. Ook niet echt een soort maskertje of iets. Of iets in die richting. Ik heb vanmiddag gehockeyd. Het is zondag. Ik heb al gedoucht. Nou, dat douche, daar hebben jullie niks aan gemist. Want mijn douche is echt 1x1. En daar kan je net in staan. En als je zo doet, zit je al tegen de muren aan, zeg maar. Dus nou, daar heb ik niet echt, zeg maar, dacht ik van, hey, dat is een leuk deel om jullie in mee te nemen. Maar ik heb net lekker gedoucht. Ik heb deze snuggle aan van de Hema. Het is een takkie snuggle en ik ben helemaal obsessed. Misschien weet je dat van vorig jaar ook nog, want toen was ik ook al obsessed. In ieder geval, laten we even een beetje skincare doen en gewoon een beetje bijkletsen of zo. Ik heb hier mijn spiegel staan. Nou, dat moet goed komen. Oh ja, en ik heb helemaal niks met mijn haar gedaan. Zo ziet het er dus uit. Ik heb het wel gewassen onder de douche. En wat ik dan gebruik is gewoon shampoo van de Holland & Barrett volgens mij. Gewoon een beetje natuurlijk-achtige shampoo. En Olaplex nummer 3. En die doe ik dan in mijn haar en die laat ik dan eigenlijk helemaal zitten. Maar laten we dat ook even gaan doen. Mijn huid is super droog. Mijn lippen zijn heel droog. Mijn voorhoofd. Dus ik heb hier al de hele tijd iets wat gewoon door de droogte... Oh my god, je ziet het. Het ziet er niet uit. Het is verschrikkelijk. Dus daar gaan we even wat aan doen. Als eerst ga ik even een borstel pakken om mijn haar door te borstelen. Want dit is gewoon een soort vogelnest wat op mijn hoofd is geplant. Hier zijn we weer. De poesjes zitten hier ook gezellig. Die houden ook van een beetje self-care. Ik moet trouwens ook echt mijn borstel gaan schoonmaken. Want hij is echt letterlijk disgusting. Er zit allemaal stof in. En dat krijg je gewoon heel moeilijk schoongemaakt de hele tijd. Want dan moet je er helemaal tussen... En bij mij gaat het een beetje moeilijk. Dus ik moet het vannacht even gaan weken in shampoo of conditioner of iets. Volgens mij shampoo. En dan als je dat even laat weken, dan kun je het er zo uithalen daarna, zeg maar. Als je trouwens een kattenstaart ziet. Dat is mijn kat hier. Die wil ook even chillen. En ik heb dus zeg maar een beetje slag in mijn haar. Ik weet niet of je dat hier ziet. Maar als ik het dus borstel, dan ja, ziet het er dus zo uit. En ik weet niet wat ik ermee moet. Ik doe altijd maar een beetje hetzelfde met mijn haar. Maar het is echt al een lifelong struggle. Omdat ik ook gewoon geen zin heb om al die moeite te doen om het een soort van een beetje wavy te maken. Dus dan denk ik, nou, ik kan het gewoon. En dan vind ik het wel gezegend. En dan doe ik er een shitload aan olie in, want ja, dan is het gewoon niet pluizig. Dus dat werkt op zich wel. Ik gebruik altijd een hele fijne haarolie. Die zal ik zo even laten zien. Die is echt top. En die haalt echt die pluizigheid ervan af. En dat laat je haar super lekker ruiken. Zo, en ik heb natuurlijk die pony. Oh mijn god. Ja, wat moet ik daar dan weer mee? Meestal kam ik het gewoon even allemaal naar achter. En ik moet zeggen, meestal als ik het überhaupt kan... Kom ik net uit de douche. Alleen het liep even net even wat anders. Dus ik doe dat nu pas. Ik zou maar even niet laten zien wat voor haar hier uitkomt. Want het is echt niet goed. Kijk, het valt altijd al wel een beetje een zijkant op. En dan trek ik die gewoon door. En dan maak ik zo gewoon even een scheiding. Die pony. Ik zeg dit pony, maar dat bedoel ik natuurlijk sarcastisch. Het is gewoon een pony. Die zet ik eigenlijk altijd iedere ochtend in een krulspeld. Omdat ik altijd dit heb. En dit is best wel een ja, scheiding gewoon. En we gaan niet zeg maar voor de halve curtain bangs. Nee, daar gaan we niet voor. Dus ik zet dat dan gewoon in een krulspeld. En dan doe ik dat gewoon in de ochtend. Maar nu hoeft dat niet per se. Omdat ik toch gewoon thuis ben. Ik ga toch nergens heen.
Dus ik ga nu gewoon een olietje erin doen. Ik ben niet heel veel van de hair care. Ik wil dat trouwens wel vaker doen. Omdat de kapper ook tegen mij zei toen ik daar was. Ik wil mijn haar echt gewoon heel lang laten groeien. En ik zei van, hoe doe ik dat? Wanneer moet ik dan, zeg maar, naar de kapper om te komen? En toen zei ze, nou, het hoeft eigenlijk 1 keer per jaar of 1 keer per half jaar of zo. En toen dacht ik echt, what the hell? En toen zei ze, ja, het ligt ook heel erg aan de verzorging van je haar en bla bla bla. Dus ik wil eigenlijk wel echt gewoon op top of die verzorging zijn. En gewoon goede verzorging kopen. Zodat ik ook minder vaak naar de kapper hoef. Zodat het gewoon langer, ja, mooi blijft. Ik heb trouwens ook zo'n olie, zo'n rozemarijnolie, om het, ja, te olieën. Maar ja, dat gebruik ik gewoon niet. Omdat ik, als ik weet eigenlijk pas 5 minuten van tevoren of ik überhaupt mijn haar ga wassen. En dan moet ik daar ook nog aan die olie denken, weet ik wel, 4 uur van tevoren. Dus nee, dat wordt hem gewoon niet. Dus ik ben gewoon een beetje lui daarin. Ik gebruik nu in mijn haar tenminste gewoon deze Moroccan Oil. En die is echt geweldig. Ik doe 3 pompjes. En dat is, dat is best wel veel. Meestal doe ik het eigenlijk als het dus nog nat is. Want dan droogt het ook mooi op. Nou, dat is het nu niet. Schrik trouwens niet van als je denkt van, zo, wat een olie. Mijn haar tenminste. Iedereen's haar is anders, maar mijn haar slurpt dat gewoon zo op. Dus je ziet ook als ik het hier doe, dan, ja, het ziet er meteen gewoon beter uit. Minder pluizig. Echt gewoon heerlijk. En oh, het ruikt zo lekker, jongens. Echt waar. Ik krijg ook echt heel vaak complimenten over dat mijn haar lekker ruikt. En dat is echt deze olie. Dus Moroccan Oil sponsor mij. En koop het sowieso, want het is echt, het is wel een beetje aan de prijs. Volgens mij is het €50 voor zo'n grote fles. Maar je doet er oprecht heel lang mee. Ik denk dat ik 1 pompje per dag gebruik. Of zelfs soms per 2 dagen. Dus dat is echt gewoon, ja, heel goed te doen. Dan doe je echt zo'n paar maanden met zo'n fles. Ik vind dat het wel echt waard. Kijk, je ziet gewoon dat mijn haar al meteen er zachter en beter uitziet. Ik haal allemaal losse haren uit mijn haar. Dat is wel altijd een beetje disturbing, maar goed. Nou, dus dat is eigenlijk alles wat ik in mijn haar doe. En gaan we nu even mijn skincare doen. Don't judge me. Maar dat is voor mijn, om mijn haar even uit mijn gezicht te doen. Zo, dat duurde echt een tijd. Deze olie ruikt zo lekker. En die doe ik ook altijd, het restant wat ik dan nog op mijn handen heb, doe ik even over mijn gezicht. Omdat dat gewoon lekker voedend is, zeg maar. Ik ga nu even een soort uitgebreide skincare doen, omdat het leuk is. Maar normaal gesproken doe ik niet al deze stappen. Maar dat zou ik zo ook wel zeggen. Begin even met kijken of ik deze vaseline überhaupt ook krijg. Oh my god, jongen. Oké, hij is open. Ik heb letterlijk geen nagels. Het is echt verschrikkelijk. Deze vaseline, het is de cacao butter. Die gebruik ik echt iedere dag. Ik zorg gewoon dat ik overal ergens een lippenbalsem heb. Dus hier heb ik dan vaseline. Dus die gebruik ik dan als ik mijn skincare doe of als ik make-up doe, dan gebruik ik deze lippenbalsem. In mijn tas zit weer een andere en in mijn sporttas zit een andere. Ik heb gewoon altijd vaseline nodig. Of gewoon een lippenbalsem. Niet per se vaseline. Want dit is de enige vaseline die ik heb. Maar die is echt top. En die ruikt ook weer heel lekker. Dus daar begin ik even mee. Dan zit die gewoon lekker erop. En dan ga ik even een watje pakken. Want ik heb mijn gezicht al gecleansed onder de douche. Dat doe ik altijd onder de douche. Want dat geeft dan minder rotzooi, zeg maar. En dan heb ik deze exfoliator. Die ik dan gebruik. Die is van Paula's Choice. En die is echt heel erg chill. Ik heb hem een tijd niet gebruikt. En toen merkte ik echt dat mijn huid deze gewoon geweldig vindt. Dus ik heb hem weer gekocht. En ik gebruik dan op een watje. En dan doe ik het gewoon een beetje erop. En dan smeer ik het eigenlijk gewoon over mijn gezicht. Ik weet niet of dit überhaupt de juiste manier is om te gebruiken. Dit is in ieder geval hoe ik het gebruik. En voor mij werkt het. Dus ik zou zeggen, doe vooral wat goed voelt. Ik ben trouwens echt geen skincare girly. I wish. Ik zou dat heel graag willen. Ik heb echt 1 treetje aan skincare. Ja, ik heb er gewoon niet zoveel verstand van. Ik vind het vooral leuk om dan naar te kijken. Maar echt zelf kopen, dat doe ik niet zo snel. Behalve als ik dan merk dat ik echt iets nodig heb. Dan, ja, dan wil ik gewoon dat dat in mijn vaste, ja, regime zit, zeg maar. Ik heb dus een bestelling gedaan met Paula's Choice. En daar heb ik ook deze cleanser gekocht. Die is echt heel fijn. Die is echt top. En deze dus. En ik mocht dus een mini uitzoeken. Want dan was het meer dan €50 of zoiets. En ik heb deze gekozen. En dit is dus ook een exfoliator iets. Maar dat is dus ook een soort van serum. Dus deze kan je gewoon op je huid doen. En dan trekt die in. Dus deze gaan we zo gebruiken. Oh ja, deze. Dit is dus een peeling. Alleen deze moet je dus, staat dat je deze, zeg maar,
als een soort masker moet afspoelen. Alleen, dit is dus zo dun. Kijk, het is echt gewoon een crampje. En dat zul je wel zien als ik het dan zo even insmeer. Ik weet niet wat ik dan nog moet afspoelen hoor. Dus eigenlijk, ik weet überhaupt niet of dat de bedoeling is. Maar deze laat ik altijd gewoon zitten. Kijk, het trekt gewoon zo erg in dat ik denk van, is er überhaupt nog iets om af te spoelen? Laat het vooral weten als dat echt fucking stupid is wat ik doe. Want zoals ik al zei, ik heb geen idee. Ik doe gewoon wat er leuk uitziet. Vergeet ook niet om je nek mee te pakken. Oh, en dit is trouwens de Zarka Enzyme gezichtspeeling. En die is dus wel chill. Maar ik, ja, hij is wel chill. Maar ik laat hem dus altijd gewoon zitten. En ik weet dus niet of dat de bedoeling is. En dan ga ik nu deze opdoen. En dit is dus de Paula's Choice Exfoliant. Ik weet niet of je dat zag, maar er zat hier een kat enorm te strijden om op die stoel te komen. Nou, deze pleur ik ook gewoon een beetje in mijn hand. En deze moet je niet uitspoelen. Dat dacht ik dus eerst. Maar dat moet niet. Ik vind wel dat gevoel van al die crempjes opsmeren. Oh, ik vind dat echt fantastisch gewoon. Nou, en dan ben ik eigenlijk weer helemaal ready. Doe ik deze even. Ja, ik ben helemaal ready. Kijk, mijn skin, wil ik zeggen. Oh, nu in de zon kun je het ook zien. Helemaal glowy en dit is eigenlijk mijn skincare routine. Behalve, ik doe deze om de dag. Ik wissel deze af met retinol. Retinol is ook echt top. Ik cleanse mijn gezicht gewoon iedere dag. En deze doe ik ook iedere dag. En dan is het of deze exfolieert of dan kijk ik voor de rest even waar ik zin in heb, wat leuk is. Maar in ieder geval is dat eigenlijk een beetje, ja, mijn routine en mijn self-care avondenmiddag. Ish. Dus ja, dan was dit eigenlijk alweer de video van vandaag. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren hieronder. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vond. En laat even een reactie achter wat, ja, iets wat je leuk vindt of zo, weet ik veel. En dan zeg ik heel graag tot volgende week. Bye!